Op Schiphol staat in een bed van schuim de Vickers Viscount VC-10 van British Airways, die na zijn landing hier door 2 Arabische kapers in brand werd gestoken. Urenlang zijn personeelsleden van de Schiphol brandweer bezig geweest met het blussingswerk, dat niet zonder gevaar was omdat zich aan boord nog explosieven bevonden. De kapers die op Schiphol gearresteerd werden, hadden de 92 passagiers en de 10 bemanningsleden nog wel de gelegenheid gegeven het toestel te verlaten, voordat zij hun zinloos vernielingswerk begonnen. Gezagvoerder Harrison en het overgrote deel van zijn in Bombay en Beirut ingestapte passagiers kwamen het spannende avontuur op een gastvrij Schiphol spoedig te boven. De volgende dag, toen de mensen hun bagage terugkregen, bleek dat de koffers en tassen die in het vrachtruim waren vervoerd door de reusachtige hoeveelheden bluswater volkomen doorweekt waren. Maar er was niemand die daar erg zwaar aan tilde. Naast de zwaargehavende VC-10 met zijn lekkende vrachtruim lagen verfomfaaide plastic glijgoten waarlangs vele passagiers in allerijl de machine verlieten. Ook via nooddeuren ontsnapten reizigers uit het vliegtuig. Terwijl de kist permanent bewaakt wordt door leden van de Rijkspolitie, worden de kapers op een geheim gehouden plaats ondervraagd, in afwachting van hun berechting of hun eventuele uitwijzing.